Minister Yildiz Polat-Biglie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen donderdag via videoconferentie een briefing gehouden voor de hoofden van diplomatieke missies in internationale organisaties in Suriname. De bewindsvrouw heeft hierbij de maatregelen in verband met het voorkomen van de verspreiding van het COVID-19-virus besproken. Polat benadrukte het belang van solidariteit en samenwerking. Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, heeft de vertegenwoordigers eveneens geïnformeerd over de implementatie van de wet uitzonderingstoestand COVID-19. Ze gaf aan dat het belangrijk is de grenzen goed te bewaken om spreiding via het binnenland te voorkomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt in dit kader een vergadering voor met vertegenwoordigers van de buurlanden.